bij mijn allereerste stagedag. Het is 6 uur, bijna 6 uur. Ik ben rond half vijf uur opgegaan. Het is nog heel vroeg. Ik ben wel behoorlijk wakker. De eerste kop koffie zit er alweer in. Ik word gebeld. Vandaag, jongens, mijn allereerste stagedag. Ik praat nog heel zachtjes, want iedereen slaapt hier. Nog, ik ben de enige die wakker is. Koffie heb ik bij me. Tas is ingepakt. Normaal zou ik met de bus gaan, maar aangezien de parkeervakken hier langs het huis gedaan moeten worden en mijn moeder de auto moet weghalen, moet ze sowieso om 6:30 de auto in. Dus ze zegt, joh, ik breng je dan wel eventjes, wat heel erg fijn is, want ik weet de locatie, maar de precieze ingang weet ik nog niet. Dus dat gaan we zo meteen zien. Ik ben in ieder geval een tijdje op. Mijn bed is lekker gedaan, ik ben lekker aangekleed. Ik heb gewoon mijn stage, ik ga even shirts dragen op stage. Dit zijn shirts die ik gekocht heb bij de Primark, een groene. En ik heb een donkerblauwe broek aan en ik doe mijn schoenen zo aan, mijn roze Nikes. En dan gaan we kijken wat deze tijd gaat brengen. Ik ben erg best wel nerveus. Ik ben vannacht een paar keer wakker geweest omdat ik heb gedroomd over mijn vorige stageplekken. Die niet heel erg chill waren. Dus ja, dat was wel een beetje vervelend om daarmee wakker te worden. Maar ik hoop gewoon dat ik een goede en fijne, rustige stageplek krijg. Geen stressvolle stageplek waarin ik iedereen op mijn nek krijg omdat ik alles verkeerd doe. En dat is toen ook fataal geworden met mijn darmen. Dus ik ga me proberen deze stageplek een beetje rustig te houden. Natuurlijk wel gewoon mijn best te doen, maar niet zo idioot mijn best dat ik straks weer in het ziekenhuis eindig met verstopping. Maar ja, we gaan het zien. Ik nog een klein half uurtje, dan vertrekken we. Ik ga even lekker mijn gemak houden, nog eventjes wat moed in drinken met koffie. En dan ga ik zo naar mijn eerste stageplek. Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. De camera laat ik hier. Ik weet niet waar ik mijn tas kwijt kan, dus ik weet ook niet of mensen zo in één keer bij mijn tas kunnen. Dus ik neem de meest waardevolle spullen laat ik wel hier. Dus ja, let's go. We gaan naar stage. Goed, ik ben inmiddels weer thuis. En wat een eerste dag. Het is super goed gegaan. Het is wel echt heel hectisch geweest. Ik heb veel dingetjes al meegekregen, om het zo te zeggen. Het was echt een heel goed en heel erg fijn begin. Dat moet ik echt heel eerlijk meegeven. Ik heb een goede indruk gehad daar. Ik hoop hun ook een hele goede indruk van mij. Het was echt heel erg leuk. Echt, het was heel erg tof om te hebben. En ik ben heel blij met die eerste dag. Maar echt serieus, met de indruk en instelling die ik nu heb. Zo fijn. Ik ben zo goed benaderd. Ik ben heel goed rondgeleid, uitgelegd. Echt van alles. Het was zo leuk. Ik vond het echt heel tof. Heel eerlijk gezegd vond ik het heel erg wennen. Het was echt weer een schakeling maken. Omdat het is gewoon weer een instelling waar het compleet anders gaat. Maar ja, ik ben er heel erg blij mee. Echt. Het is heel goed gegaan. Morgen weer. Woensdag. Donderdag naar school. En vrijdag ook weer stage. Ik ben heel erg blij. Echt. Morgen gesprek. Met papieren tekenen weet ik het allemaal. Maar ik ben zo blij. Het was zo leuk. Ik ben wel moe. Ja, ik ben niet echt moe, maar ik heb wel gemerkt dat ik niet heb stilgezeten vandaag. Dat absoluut. Maar goed, ik ga van elke dag maak ik een soort dagboekje. Dus ik schrijf wat ik die dag heb gedaan. Hoe ik begeleid ben. Bijzonderheden die ik heb gezien die dag. Wat ik eigenlijk mee moet nemen naar de volgende dag. Dingen die ik moet onthouden. Dat schrijf ik allemaal op per dag. En zo kan ik ook altijd leuk terugkijken op die tijd. Maar ik heb echt een heel erg leuke dag gehad. Dat is helemaal koekoek. Het was wel heel veel informatie. Waarschijnlijk ben ik al lang weer de helft vergeten wat er vandaag is uitgelegd. Maar naarmate je daar langer loopt, dan onthoud je dat allemaal wel. Maar ik ben heel erg blij. Ik ben heel erg tevreden. Dus top. Ik ben heel erg blij hiermee. Echt heel. Goed, ik ben thuis. En ik doe lekker mijn pantoffeltjes aan. Want mijn tweede dag zit erop. En het is super, super goed gegaan. Ik
Ik ben eigenlijk echt heel erg tevreden. Het gaat super lekker. Ik ben tevreden. Ik voel me echt heel erg chill en op mijn gemak daar. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik zet mijn stoel een stukje lager. Nee, ik voel me echt heel erg fijn daar. Het gaat allemaal goed. Ik heb vandaag twee mensen alleen gedaan. Wat eigenlijk ook wel gewoon ja, heel erg leuk was. En dat was heel erg fijn om te doen. En ik ben gewoon echt heel erg blij dat het zo goed en zo lekker gaat. Ik voel me heel erg op mijn gemak bij de mensen daar. Zowel het personeel als de bewoners. Dat is natuurlijk ook wel heel erg belangrijk. Maar ja, ik ben heel erg blij. Ik ga nu even een lijstje maken met alle handelingen die ik mag verrichten op mijn stage. Tuurlijk heb ik daar dit boekje wel voor, maar ik heb geen zin om het boekje de hele tijd door te moeten bladeren. Dus ik ga gewoon even opschrijven wat ik wel en wat ik niet mag. En ja, dan ben ik eigenlijk wel heel erg blij als ik dat allemaal kan doen en heb gedaan. Dus ja, ik ben prima en tevreden voor vandaag eigenlijk. Morgen nog een dag en ik mocht mijn eigen rooster inplannen. Dus in plaats van vrijdag heb ik zondag gekozen. Dat komt voor mij ook wat lekkerder uit. En ik wil ook wel gelijk even weten hoe het in het weekend gaat. En voor de rest, ja, heb ik een heel onregelmatig rooster. Dus niet elke week, elke dag hetzelfde. De ene dag werk ik in die week, dan weer in die week die dag. Dus het is heel erg afwisselend. Maar het bevalt me zo ontzettend goed. Echt, ik ben zo blij. En morgen krijg ik mijn eigen sleutel. Dus ik kan ook 's morgens daar gewoon naar binnen. En dan kan ik gewoon lekker alle deuren openmaken. En dan hoef ik niet elke keer afhankelijk te zijn van iemand die me een sleutel geeft. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Echt waar. I love it. Ik ben zo blij. Goedemorgen. Het is 5:15. En ik ga koffie zetten. Het eerste wat ik doe. Ik heb eigenlijk best heel goed geslapen. Ik ben niet moe of zo. Dus natuurlijk moet ik een beetje wakker worden, maar het is niet zo dat ik mega moe ben of zo. Dus ja, daar ben ik op zich wel weer blij mee. Vrij lang geslapen. En dan wordt een uurtje of wat is het? Dus het is toch mega bakken. Goed, ik ga even gauw koffie zitten en dan ga ik me echt klaarmaken. Want ik moet niet te lang treuzelen, want dan ga ik het niet redden. Goed mensen, het is inmiddels laat. Ter op de dag. Het is 5:50. En ik ben al eventjes thuis, al 1,5 uur. En ik moet echt even nog wakker worden. Ik ben zo. Ik heb zo'n rare dag gehad vandaag. Ik heb niet veel gedaan. Maar echt, alles wat ik vandaag deed was me gewoon te veel. Want ik werd moe en ik had inkakmomentjes. En ik had ook heel erg slecht geslapen vannacht. Dus ja. Ik dacht dat ik goed geslapen had. Maar toen ik vanmorgen vervolgens op mijn werk zat, dacht ik, oh my god. Dit gaat niet lukken. Maar ik moest vandaag dus wel met iemand anders werken. En dat was wel leuk. Dus even wennen. Even een compleet ander gezicht. Een compleet andere werkmethode. Hoe zij het doet. Maar het was wel leuk. Dus ja, ik ben eigenlijk best wel tevreden hoe het was. Ik ben nu thuis. Ik zit te wachten op een pakje. Mijn ouders zijn even weg. En ik heb in ieder geval wel lekker omgekleed. Ik heb lekker mijn badjas aangedaan. En lekker een makkelijke broek. En gewoon allemaal lekker relaxed en chill. En ik zit even lekker te chillen met een laptop. En er stopt daar een busje met pakjes. Dus ik hoop dat het mijn pakje is. En ik denk het wel, want er gaat daar. Oh, ik denk dat het mijn pakje is. Snel.
Deur weer dicht. Het dierenvoer is binnen van Maus en Rio, denk ik. Ik weet niet wat mijn moeder allemaal besteld heeft. Maar het is binnen en dat is heel fijn. En het regent heel hard, dus mijn hand is nu nat. Lekker. Maar goed, in ieder geval... Waar was ik? Ik weet niet waar ik was. Ergens. Geen idee. Maar in ieder geval best wel een gekke, rare dag gehad vandaag. Ik ben na mijn stage even naar de winkel geweest. Ik moest honden voorhalen. En nog iets. Oh ja, warmtepleisters. En ik heb gelijk een nieuw USB-stick gehaald. Die zit al in mijn laptop. Daar ben ik super blij mee, want mijn USB-stick was helemaal vol. En ik heb gelijk even een ring voor achter op mijn telefoon gehaald. Want die was bij mij stuk. Ik had er eentje, maar die was stuk. En nu heb ik deze. Gewoon lekker klein en compact. Maar dan heb ik wel iets om een beetje grip te houden en neer te zetten. Dus ja, drukke dag vandaag. Hele rare, heftige, verwarrende dag. Morgen naar school. En daar ben ik eigenlijk wel blij om. En dan ben ik vrijdag vrij, zaterdag vrij. En dan moet ik zondag moet ik weer gaan werken. Maar ik bedacht mij er net even dat er op zondag vrij weinig openbaar vervoer rijdt. Dus het is nog maar de vraag hoe ik daar ga komen op zondag. Top. Maar ja, ik ga wel kijken hoe of wat. Zondag rijdt het volgens mij pas vanaf een uurtje of 8 of 9. Maar ja, het moet er 7 uur al zijn. Dus misschien moet ik er toch aan gaan geloven om op de fiets te gaan om 7 uur 's ochtends. Maar dan pik ik denk ik wel lekker mijn vaders fiets mee. We gaan even kijken hoe dat gaat lopen. Maar ik ga in ieder geval niet doorvloggen tot zondag. Want waarom eigenlijk? De komende 3 dagen gaat er toch niet veel gebeuren. Dus ja. In ieder geval, dit was wel het einde van mijn eerste weekje. Kort weekje, maar wel een weekje stage. Ik ben lekker uit focus. Goed, dus ik bedank jullie lekker voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik mijn allereerste 3 dagen stage overleefd heb. En hoe ik het vond, mijn ervaringen. Het viel me mee. Ik had eigenlijk heel stressvol verwacht en heel eng en bang. En dat ik me al gelijk niet op mijn plek voelde. En daar was ik heel bang voor. Maar tot nu toe, na 3 dagen, ben ik heel erg blij. Ik voel me heel erg fijn daar. En ik kan dingen vragen als ik het wil vragen. Ik krijg uitleg als ik uitleg wil. En ja, weet je. Het is niet raar dat ik dingen nog niet weet. Want ik ben daar net 3 dagen. Dus het is wennen. Het is even inkomen. Maar goed, ik zie jullie volgende week woensdag bij een nieuwe vlog. Doeg, tot volgende week woensdag!